De Stichting Productieve Werkeenheden, SPWE, een werkarm van het ministerie van Arbeid, is onlangs begonnen met de training Basic Business Skills. Deze tweedaagse training is bestemd voor manschappen en personeelsleden van de brandweer. Rishma Kuldeep Singh, trainer van het ministerie van Arbeid, gaf aan dat het ondernemerschap in Suriname gestimuleerd moet worden. Behalve ondernemerschap worden bij deze training ook de business skills bijgebracht, zegt Kuldeep Singh. We zijn begonnen met basis business skills. Er zijn trainingen vervolgd dat op een hoger niveau gaan. Maar we willen beginnen met de basis, omdat de mensen, niet iedereen, zo'n training nog heeft gevolgd. Dit is de bedoeling dat we mensen willen gaan ontwikkelen. En dan zorgen dat zij de leiderschapskills hebben, verandermanagement, niet bang zijn om te veranderen, ethische normen en waarden bijbrengen bij mensen en dan ook nog communicatie. Want we hebben gemerkt dat in organisaties een tekort aan communicatie of miscommunicatie, dat organisaties dan falen op dat moment. En daarom hebben wij gemeend dat wij een bewustwording zullen doen om ondernemerschap te stimuleren. Dus klein ondernemerschap waarmee nu zijn begonnen. SPWE was al lang ermee begonnen, maar omstandigheden hebben gemaakt dat wij in een sleeping mode zijn geweest. Maar nu zijn we weer helemaal weer op de markt en we gaan ervoor om de gemeenschap te trainen. Kuldeep Singh zegt dat de brandweerlieden zich helemaal kunnen terugvinden in de leiderschapsonderdelen van de training. De training bestaat uit 4 modules. Het is voor brandweer het is voor ons ook een hele uitdaging geweest op uitnodiging van de brandweer hier te zijn. En natuurlijk met de persoonlijke skills, het zijn niet alleen business skills, het zijn persoonlijke skills waarbij de brandweer zich kan herkennen. En dat hebben we net gemerkt bij de training. De mensen herkennen zich helemaal erin met leiderschap, kwaliteiten en verandermanagement, ethiek en communicatie. Waarbij we net rollenspellen hebben gehad om te zien van waar er miscommunicatie is, waar er mismanagement is, geen verandering durft. En straks komen we bij ethiek terug op andere rollenspel en andere ethische codes en zo gaan we dan verder, de 2 dagen. Heel veel bedrijven hebben geen ethische codes. Nergens is het vastgelegd en waardoor het vaak misgaat op bedrijven waarbij er zaken niet goed worden aangepakt. En daarom is het is altijd goed om de skills bij te brengen bij de mensen, zodat zij bewust worden en ook organisaties bewust worden dat ze de ethische codes gaan vastleggen. Dat was Rishma Kuldeep Singh, trainer van het ministerie van Arbeid. Ze sprak vanmorgen bij de Basic Business Skills Training voor het personeel van de brandweer. De training wordt verzorgd door de Stichting Productieve Werkeenheden en wordt gehouden in de trainingzaal van de brandweer.